Goedemorgen, we zijn in Napels. Wee. Ik ben zo moe. Dit is de derde dag van de excursie. En op een gegeven moment hak ik dat erin. Morgen wil ik echt zo lekker uitslapen. Kijk eens. Daar, Napels. Bah. Vandaag is onze laatste excursiedag. Hierna gaan we gewoon chillen en gewoon zelf rondlopen in steden. We gaan naar Pompeji. Oeh. Weet je dat ik de afgelopen paar dagen een themesong heb gedaan? Dus die van vandaag, ja, dat lijkt me wel vrij logisch. Eeuw, 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 eeuw. Oké, ik ga snel ontbijten. Dit is trouwens wat ik aan heb. Ik heb een soort van vintage spijker playsuit. Deze heb ik denk, 5 jaar terug gekocht in Hongkong. Hij komt altijd goed van pas op dit soort ochtenden op vakantie. Als ik gewoon denk, ik ben te moe om na te denken wat ik aantrek, dan trek ik deze altijd aan. En daaronder draag ik mijn sandaaltjes van de Zara. Wauw, ik ben zo slaperig dat ik gewoon ben vergeten mijn ontbijt te vloggen. Ik had een omelet met spinazie en tomaatjes en uien. En ik heb hiernaast wat fruit. En Jenny zit lekker een crepe te eten. Ja. Things and houses in Pompeii, but the Pompeia, the Don Ottaviano Augusto, he built it here in Campania, an aqueduct. I think you know this Roman aqueduct with the arches. We zijn in Pompeii en waar ik eerder nog niet aan heb gedacht, spuit 11, Vesuvius. Zwarte Magica, dag Bert Duk, geluksdubbeltje. Vet cool. We zijn nu in het huis van rijke Romeinen. En hoe je kan zien dat ze rijk waren, zie je dat donkerblauwe hier? Dat is lapis lazuli, wat heel duur was vroeger. Dit zijn allemaal originele kleuren van vroeger. We lopen nu in de hoofdstraat. En eerlijk gezegd, ja, ik kan nooit zo heet worden van, oh kijk, dit is een steen, die is aangeraakt door een oude Romein. Ja, daar word ik zelf gewoon niet zo heel enthousiast van. Maar ik vind dit wel dope om te zien, want je waant je gewoon echt eventjes weer... Ja, 2000 jaar terug, wat was het? 2000 jaar geleden. Ja, dat is wel tof. Weet je wat het is? Je ziet hier natuurlijk heel veel toeristen lopen. Maar aan de andere kant draagt dat natuurlijk ook bij aan de sfeerimpressie. Vroeger waren hier natuurlijk ook heel veel mensen die rondliepen. Dus dan kan je echt een beetje zo dat gevoel krijgen van... Oh, hoe was het vroeger om hier te lopen? Dat vind ik wel tof. Holy schmeckers. Dit is dus het bekende beeld van de mensen. Beeld, dat zijn gewoon mensen. En dan heb je daar, zie je dat? Dat was gewoon een mens vroeger. Hoe crazy is dit? Dat je dat gewoon later nog kan zien. Kijk dan. Oh gossie, kijk dan. Hoe oud zou die zijn geweest? 3? 4? Yo, dit is echt crazy. Kan je je voorstellen dat het mensen zijn geweest? En hoe dat bewaard is gebleven? Oké, dit is echt wel tof om te zien. Super vet. Kijk eens. De Vesuvius. Zou Zwarte Magica daar rondspoken met het geluksdubbeltje van oom Dagobert? We willen natuurlijk de beste pizza van Napoli eten. Oftewel de beste pizza van de wereld. En dat schijnt dus bij Pizzeria da Michelle te zijn. We rijden nu steeds meer die kant op. Dus als we een beetje mazzel hebben, dan hoeven we alleen maar de straat uit te lopen. Dat zou heel relaxed zijn. Kijk eens waar we zijn. De beste pizza van Napels. Oftewel de beste pizza van de wereld. Dit is hem dan hoor. De beste pizza van de wereld. Hij ziet er wel echt zo lekker uit. Wauw. En we hebben er nog eentje. Ze hebben hier maar 2 smaken. Dit is de marinara. Dat is tomatensaus, knoflook, oregano. Zeg ik het goed? Oregano en olie. Olijfolie natuurlijk. En dit is de mozzarella versie. Daar gaat hij dan. Beste pizza. Tenminste, dit is de margherita. Lekker. Ik vind die saus heel lekker. Ja, die bodem is gewoon zeg maar stevig, maar chewy. Maar die saus is een beetje zuurig en ik vind dat wel lekker. Daardoor wordt het niet meteen zo zwaar.
Oké, daar gaat hij dan, de marinara. Stefan vindt de marinara lekker. Ik vind de mozzarella wel lekker. Ik weet niet. Ze zijn allebei sowieso vet lekker. And this is where the magic happens. Die tomatensaus, joh, die is zo lekker. Echt goede saus. Oh, de mozzarella erop. En dan gaan ze de oven in. Look at it. Lekker, joh. En dan komt er weer eentje uit. Ik ben weer op de boot en ik ga kijken of ik alle andere leden van mijn schoonfamilie kan vinden. Ik ga lekker zwemmen. Get 'em high, get 'em high. Pump your hands and fists like this. We go party, party hard. Like we won championships. So put your hands up, wave 'em, wave 'em. It's a celebration, bration. My heroes on the move. This is how we do. We gaan nu eten en niemand wil haar outfit laten zien. Ginny heeft hele mooie glitterballerina's aan. En een superleuk jurkje met rood en blauw. Heel, heel, heel mooi. Draai maar een rondje. Nee, even iets enthousiaster. Dat je rok zo omhoog komt. Ja, zo! Yay! Prinsesje! Ginny heeft net even mijn outfit gefilmd. Dit is wat ik aan heb. Ik heb mijn schoentjes van de Zara aan. Rok die ik in Shanghai heb gekocht, uiteraard met een onderrok daaronder die alles strak trekt en zo. Topje heb ik in Bangkok gekocht en mijn ketting is uit Hongkong. Wauw, ja, de zonsondergang is ongelooflijk mooi. Amazing. Supermooi. Ja, ja. En dan hoor je echt zo die zeereizen op de achtergrond. Stel je voor dat je hier... Ja, dit is ons balkon. Oh, we hebben de stoelen weggezet voor het filmen van de outfit. Stel je voor dat je hier zo naar die zonsondergang kijkt. Oh. Maar wij moeten nu snel gaan eten. Kom, Jen. Jen filmt de zonsondergang vanuit de lift. Wauw. Super cool. I love this lift. Ja. Ik heb een geitkaastaartje als voorgerecht en nog een tussengerecht van fruit en zure room. Ik had even trek in vis, dus dit is herbot met rijst en allemaal dingetjes erbij. Oké, clean eat is officieel een fail. Jenny en ik hebben samen 3 toetjes die we gaan delen. Dit is toetje nummer 1. Pineapple crisp, dus ananas met crumble erbovenop. Oh, super lekker. Dit is de chocolate delight, toetje nummer 2. En toetje nummer 3, crème brûlée. Nou, het oordeel, het beste toetje, de apple crisp. Die is op, die is ook als eerste weg. Op nummer 2, de crème brûlée. En op nummer 3, de chocola. Dat was het voor vandaag, de food jury. Jenny is helemaal gek op deze beestjes. Vandaag hebben we een bok. Morgen staat Sicilië en dan specifiek Taormina op de planning. Dit is zo tof, want dat is de plek waar Stefan en ik voor het eerst samen op vakantie zijn gegaan. We zijn echt dol op Taormina. We hebben daar zo ontzettend veel plezier gehad met z'n tweeën. En ik heb heel, heel, heel veel zin om daar morgen weer naartoe te gaan. Ik hoop jij ook. Als je geabonneerd bent, dan ga je natuurlijk sowieso mee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, ja, ik wil ook mee naar Sicilië en dan naar Taormina. Klik dan hier om je te abonneren. En dan ga je ook mee op toekomstige reizen. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik moet nu een nieuwe aflevering kijken, dan kan je hierop klikken. En daarmee kom je ook bij de afspeellijst van alle travel vlogs. Kan je er ook meerdere kijken als je daar zin in hebt. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.